Het politieke seizoen is weer geopend. Moeten politici meer op hun woorden letten? We lezen vandaag uit de handelingen van de Tweede Kamer. Grove taal. Het gebeurt steeds vaker in de Tweede Kamer, wordt gezegd. Het op de kast jagen van elkaar met grove taal. De populaire gedachte is dat het met het taalgebruik in de Tweede Kamer alleen maar bergafwaarts gaat. Religies vergelijken met nazisme, schuttingtaal, beledigingen. Waar is het fatsoen van vroeger? Nou, of dat nou zo'n goed argument is? Want vroeger ging het er ook niet zo netjes aan toe. Zo discussieerde Agnes Kant van de Socialistische Partij in 2002 met minister Nawijn van de lijst Pim Fortuyn. Ze was het duidelijk niet eens met de minister en zei dat zijn woorden gebakken lucht waren. Of, zei ze, laat ik het in gewoon Nederlands zeggen, lulpraat. En dat vond de voorzitter van de Tweede Kamer, de heer Wijsglas, niet zo'n fraai woord. Zegt u in plaats van lulpraat liever nulpraat, zei hij. In een volgend debat had Kant het echter alweer over een shitverhaal van de minister. Behoorlijk grof. Maar er is meer geschiedenis. Het gebruik van het woord straatterrorist, wat nu heel erg in zwang is, werd al gebruikt door de christelijke antirevolutionaire partij, de voorloper van het huidige CDA, tegen de Nederlandse jeugd in 1966. In 1939 gingen Kamerleden met elkaar op de vuist. In 1911 beschuldigden de socialisten en vrijzinnigen de christelijke regering van hypocrisie en kindermoord. En in 1932 fulmineerde de streng protestant-christelijke SGP zeer onfatsoenlijk tegen de Rooms-Katholieke Kerk en de gelovigen. En ook de communisten deden dit. De toenmalige voorzitter van de Tweede Kamer, de heer Van Schaik, maande de Kamerleden om de opgefokte manier van spreken wat te matigen. En hij zei daarover: zou u nu een weinig kalmer willen worden? Dat is prachtig voor oorlogs geformuleerd. Zou u nu een weinig kalmer willen worden? Dat is een mooie oproep. Kijk, in het politieke debat, maar ook in kranten, tv, verjaardagspartijtjes, gaat het er soms heftig aan toe. En dat moet ook. Allerlei argumenten knallen tegen elkaar aan. En soms moet je ook een strafwoord gebruiken, een overdrijving misschien, om je punt goed te maken. Om door een muur heen te breken heb je soms retorisch grof materiaal nodig. Dat is allemaal prima. Maar er is een gevaar dat de competitie van ideeën, waar het allemaal om begonnen was, verwordt tot een wedstrijd van overdrijvingen. En door die opstuwende, opgefokte draaikolk van overdrijvingen, over en weer van links en rechts, raken mensen het spoor bijster of worden alleen maar banger van elkaar. Zou u nu een weinig kalmer willen worden? Een heel klein beetje maar. Aan alle zijden van het politieke spectrum. Een verzuchting van de voorzitter van de Tweede Kamer uit 1932. Dat kunnen we ons te harte nemen. Ik wens u een vrijzinnige week.